van Jezus. Hallelujah, the wonderful name of Jesus. Geweldige naam van Jezus. The name that unites us together. Amen. De naam die alles die er allemaal bij elkaar brengt. Is everybody happy this evening? Is iedereen gelukkig vanavond? Yes, is everybody blessed? Is iedereen gezegend vanavond? Amen. Wonderful. Geweldig. You know, I've had a wonderful day today here with you. Ik heb een geweldige dag gehad vandaag. It's been great to spend last night and today with the church. Het was geweldig om gisteravond en vandaag samen met de kerk te zijn. You're truly wonderful people. Jullie zijn echt geweldige mensen. And it's been a real blessing for me today to be with you. En het is zeker een zegen om hier te zijn vandaag. I've really felt part of the family. I hope that's okay. Ja, hij voelt zich als een familie samen met jullie en ik hoop dat het oké is. So I've been blessed and I've been well fed. Ik ben gezegend en ik ben aardig aangetikt. You know, I'm sure along with you, I was blessed by the worship. Ik hoop net als u dat u ook gezegend bent door de worship, de aanbidding. God bless you, brother. God zegen you. Thank you so much. Dank u wel. It was wonderful. Het was geweldig. You are really gifted. Je bent echt getalenteerd. God zegen. Amen. And I'm sure we appreciate. En ik weet zeker dat we ervan genoten hebben. Ja, zeker. You know, the last song that our brother brought to us. Het laatste lied wat u tegen horen bracht vanavond. Jesus, you are my God. Jezus, u bent mijn God. I think I understand. We sung it in different languages, yes? Ik geloof dat ik het begreep, want u zong het in verschillende talen. We sung it in different languages. We zongen het in verschillende talen. Jesus, you are my God. Jezus, u bent mijn God. And I tell you why we can sing that in different languages. En ik zal u vertellen waarom we het kunnen zingen in verschillende talen. We can sing Jesus, you are my God. We kunnen zingen, Jezus, u bent mijn God. In every single language there is in the world. In elke taal die er is in de wereld. Because Jesus came. Waarom? Omdat Jezus kwam. For every single language in the world. Say amen. In de wereld. Zeg amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus didn't just come for the Africans. Jezus kwam niet alleen voor de Afrikanen. Jesus didn't just come for the Europeans. Jezus kwam niet alleen voor de Europeanen. Jesus didn't just come for the South Americans. Jezus kwam niet alleen voor de Zuid-Amerikanen. He came for the world. Hij kwam voor de wereld. He came for the world. Hij kwam voor de wereld. For God so loved the world. Want God liefde zijn zo. Voor God. You should know that. God heeft zo veel van de wereld. You should know that. I know the one in English, but in Dutch. Want al zo lief had God de wereld gehad. For God so loved the world that he gave his one and only son. Hij zijn enige geboren zoon gaf. Jesus came for the world. Jezus kwam voor de wereld. Amen. Jesus came for the Netherlands. Jezus kwam voor de Nederlanders. Amen. Jesus died for the Netherlands. Jezus stierf voor de Nederlanders. Isn't that wonderful news? Is dat niet geweldig nieuws? So we can sing Jesus, you are my God. Dus daarom kunnen we zingen, Jezus, je bent mijn God. And we declare it in every single language. En wij verklaren dat in elke taal. In Jesus' name. In Jezus' naam. Can you say amen? Kunt u amen zeggen? Amen. Wonderful. Amen. Wonderful. Geweldig. God bless you. God zegent u. God bless you. Good to see you. God zegent u. Good to see you. Now, this evening I just have a very, very simple message on my heart. Vanavond heb ik een hele eenvoudige boodschap voor u. I'm just going to preach a very simple gospel message tonight. Is that okay? Vanavond een eenvoudig evangelie vertellen. Is dat okay voor u? Is that okay? Yes. Wonderful. If you're already saved. Als u al reeds gered bent. I trust you will still be blessed. Dan vertrouw ik erop dat u nog steeds gezegend bent. But I'm going to preach the basic gospel message tonight. Maar ik zal de basis van de evangelie gaan vertellen. This is really where my heart is. Dit is waar mijn hart uitgaat. You know, the Bible says something wonderful about the gospel. Sorry? The Bible says something wonderful about the gospel. De Bijbel spreekt iets geweldigs over het evangelie. The Bible says the gospel of Jesus Christ. De Bijbel zegt dat het evangelie van Jezus Christus. Is the power of God unto salvation. Is de kracht voor redding. Redding. For everyone who believes. Voor iedereen die gelooft. That's a wonderful verse. Dat is een geweldig vers. You see, when we minister the gospel. Als wij het evangelie dienen. Or when we hear the gospel. En als we het evangelie horen. We're not just hearing somebody's good ideas. We horen niet alleen maar iemands goede ideeën. We're not hearing a politician's
rules or regulations. We zijn hier niet de politieke regels en wetten. No, no, no. We're hearing the very word of God. Wij horen hier het echte woord van God. The gospel of Jesus Christ. Het evangelie van Jezus Christus. Is the power of God unto salvation. De kracht van God voor redding. The power of God is encapsulated in the gospel. De kracht is ingekapseld in het woord van God. In het woord van God. Now when we release the gospel. And when we release the gospel, en als we het evangelie vrijzetten, we release the power of God. Dan zetten we de kracht van God vrij. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Yes, amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now I tell you this. I tell you this. Ik zal u dit vertellen. It doesn't matter what nation you're in. Het maakt niet uit welke natie u komt. You know the politicians may affect the nation in some way or another. Politieke manier mag effect geven in een of het ander. But I tell you, the hope of Holland is not in the government of Holland. Ik vertel u dat de hoop van Holland. The hope for Holland is not in the government. De hoop voor Holland is niet bij de regering. Ligt niet bij de regering. The hope for Great Britain is not in our government, really. De hoop voor het Groot-Brittannië ligt niet in het parlement. I tell you where the hope for Holland is. Ik vertel u waar de hoop van Holland is. It is in the gospel. Het is in het evangelie. The hope for this nation. De hoop voor deze natie. Is in no person. Is in geen persoon. Is in no ordinary person. Is niet een gewone persoon. The hope for our nations is Jesus. De hoop voor onze natie is Jezus. The hope for our nations is the gospel of Jesus. De hoop van onze natie is de hoop. De evangelie van Jezus. Because the gospel of Jesus Christ. Want het evangelie van Jezus Christus. Is the power of God unto salvation. Is de kracht van God voor redding. Say amen. Zeg amen. Hallelujah. Hallelujah. I tell you this. Holland needs the church. Holland heeft de kerk nodig. It really needs the church. It really needs the church. Het is echt de kerk nodig. Because we have the gospel. Omdat wij het evangelie hebben. And we need to throw the gospel out to our nation. En we moeten het evangelie geven naar de wereld. Because Jesus is the light of the world. Want Jezus is het licht van de wereld. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So is it okay if I just bring a basic gospel message tonight? Is that okay? Is het okay als ik een basis evangelie vertel vanavond? Yes, wonderful. Ja. Geweldig. I'm glad you said yes because I don't have any other message. Ik ben blij dat ik ja zei, want ik had geen andere meeting, woord vanavond. And the meeting would have been very short. En dan zou de bediening vanavond erg kort zijn. Now, I want to read a couple of verses from Scripture. Ik wil enkele versen samen met u lezen. From Mark's Gospel. Van het evangelie van Marcus. If you have your Bibles, let's turn to Mark's Gospel. Als u de Bijbel bij u hebt, zoekt u Marcus. And chapter 1. Hoofdstuk 1. Look at this. Is this the water? Is dit het water? Wonderful. Ja, het geweldige water. Amen. I think it's water. Now I want to read two verses to you, but Mark chapter 1. Ik wil twee versen met u lezen. Marcus hoofdstuk 1. Verses 14 and 15. Vers 14 en 15. And this is what it says. En dit is wat het zegt. Now after John was put in prison, Jesus came to Galilee preaching the gospel of the kingdom of God. En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken. And saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. En hij zeide, de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabij gekomen. Bekeert u en geloof het evangelie. Amen. Amen. So the Bible says John had just been put into prison. John had been put into prison. Johannes werd in de gevangenis gezet. And Jesus launches his ministry. En Jezus lanceerde zijn bediening. And the Bible says that Jesus came preaching. En de Bijbel zegt dat Jezus ging prediken. It said Jesus came preaching the gospel of the kingdom of God. Jezus ging het evangelie prediken. And this is what he said. En dit is wat hij zei. He said that we must repent. Hij zei dat wij moeten bekeren. We must repent. We moeten ons bekeren. And believe in the gospel. En geloven in het evangelie. That was the gospel of the kingdom. Dat was het. Het evangelie van het koninkrijk. So for us, if we want to enter into the kingdom of God. Dus als we in het koninkrijk van God binnen willen gaan. If we want to know the kingdom of God.
Als we het koninkrijk van God willen weten. This verse is very important. Dan is dit vers erg belangrijk. This verse is very important. Dit vers is erg belangrijk. It said Jesus came preaching. Hij zei Jezus kwam prediken. And he said to us, repent and believe in the gospel. En hij zei bekeert u en geloof in het evangelie. So tonight I just want to preach on two words. Ik wil vanavond over twee woorden prediken. You're thinking great, this is going to be a short sermon. U denkt geweldig, het zal een korte dienst zijn. I just want to preach on two words. Maar ik wil alleen over twee woorden. The word repent. Het eerste woord is bekering. And the word believe. En geloof. Jesus said that we must repent. Jezus zei dat we ons moesten bekeren. And believe in the gospel. En geloven in het evangelie van. So firstly, the word repent. So het eerste woord is bekeren. What does it mean? Wat betekent het? Well, you know, repent is a biblical word. Bekering is een Bijbels woord. And it basically means this. Het betekent. It basically means that we will have a change of mind. Dat we een verandering van ons denken hebben. That will lead to a change of action or a change of direction. Dat zal leiden naar een verandering in je handelen en in je wandel. Let's look at it this way. Laten we het zo eens bekijken. You know, I caught a plane from England to Amsterdam. Ik noem het een vliegtuig wat reist van Engeland naar Amsterdam. Now imagine for one moment if the pilot took off in the plane. Stel je zich voor dat de piloot opstijgt. And instead of heading towards Amsterdam. En dat hij in plaats van naar Amsterdam vliegt. He headed towards, let's say, Dublin. Laten we zeggen dat hij dan naar Dublin vliegt. I'm sure Dublin is a very nice place. I've never been there. Ik weet zeker dat Dublin een hele mooie plaats is. Ik ben er nooit geweest. But Dublin is not the right destination for this plane. Maar Dublin is niet de juiste bestemming voor dit vliegtuig. The pilot is heading in the wrong direction. Dus de piloot gaat in de verkeerde richting. He shouldn't be heading towards Dublin. Hij gaat naar Dublin. He should be heading towards Amsterdam. Maar hij zou naar Amsterdam moeten gaan. Now, if that pilot is going to end up in the right destination, als de piloot gaat vliegen naar de juiste bestemming, two things need to happen. Dan moeten er twee dingen gebeuren. Number one. Nummer 1. The pilot has to admit that he is heading in the wrong direction. Dat hij moet toegeven dat hij naar de verkeerde bestemming vliegt. And number two. En nummer 2. He must take the controls of his aeroplane. Hij moet de controle nemen over deze vliegtuig. And he must turn the aeroplane all the way around. En hij moet het vliegtuig omdraaien. And then head in the right direction. En gaan vliegen in de juiste richting. If he does that. Als hij dat doet. His destination will change. Dan zal zijn bestemming veranderen. From Dublin to Amsterdam. Van Dublin naar Amsterdam. Amen. Amen. In a word we can say the pilot must repent. Eigenlijk, in het Bijbels woord moeten we zeggen, de piloot moet zich bekeren. He must admit he's going in the wrong direction. Hij moet toegeven dat hij in de verkeerde richting vliegt. Then he must turn his plane around and go in the right direction. En dan moet hij zijn vliegtuig omdraaien en naar de juiste bestemming vliegen. Amen. Now the Bible says this. En de Bijbel zegt dit. The Bible says that all of us like sheep. All of us like sheep. De Bijbel zegt, we zijn allemaal als schapen. We have gone astray. Wij dwalen. We've gone our own way. We gingen onze eigen weg. We've gone away from God. We gingen weg van God. And we've gone towards sin. En we gingen richting zonde. We are all heading in the wrong direction. We gaan allemaal naar de verkeerde richting. We are all heading in the wrong direction. We gaan allemaal de verkeerde richting op. You know, sheep are wonderful animals. Schapen zijn geweldige dieren. They're good for some things. Ze zijn goed voor sommige dingen. You can make a nice jumper out of sheep. Je kan een mooie trui van maken van de schaap. You know, in England we like our roast dinners. En misschien weet het, in Engeland houden we van een diner met schaap. So sheep are good for one thing, for some things. Schapen zijn goede dingen, goed voor sommige dingen. But sheep do have a problem. Maar de schapen hebben een probleem. Apparently their problem is this. Het probleem is als volgt. They tend to wander off. En ze hebben de neiging om af te dwalen. And if they wander off. En als ze afdwalen. It's very easy for them to get into trouble. En is het heel dichtbij dat ze in de problemen komen. And in the same way the Bible says that we are like sheep. En in een way, op een manier zegt God in de Bijbel ook. Dat wij ergens op schapen lijken. People of our nations, they're like sheep. Mensen van onze naties zijn als schapen. We've wandered off.
We zijn afgedwaald. We have wandered away from God. We zijn afgedwaald van God. We have gone in the wrong direction. We gingen de verkeerde richting op. We have wandered away from God. We zijn afgedwaald van God. Friends, let me tell you what we need to do. En ik zal je vertellen wat we moeten doen. We need to repent. We moeten ons bekeren. We need to admit that we are going away from God. We moeten toegeven dat we weggegaan zijn van God. We need to admit that we have walked in sin. We moeten toegeven dat we gewandeld hebben in de zonde. And then we need to turn our life around. We moeten ons leven omdraaien. And start heading towards God. En de goede richting naar God. We need to repent. Can you say amen? Yes, amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus puts it this way. Let me just add one more thing. Jesus puts it this way. Jezus zegt het op deze manier. Jesus says that there are two destinations. There are two roads. Jezus zegt er zijn twee bestemmingen, twee wegen. There is one road that is very wide. Er is een weg die is heel breed. But it leads to destruction. Maar dat leidt tot vernietiging. But there is another way that is very narrow. En er is nog een weg en die is heel smal. And it leads to life. En dat leidt tot leven. Friends, let me tell you tonight. Vrienden, laat mij dit vertellen. If anyone here is on that wide road that leads to destruction. Als iemand van u op de brede weg loopt die tot vernietiging leidt. We need to repent. Dan moeten we ons bekeren. We need to change our direction. We moeten onze bestemming omdraaien. We need to stop walking towards the road that leads to destruction. Wij moeten stoppen met het wandelen naar de weg in vernietiging. And we need to get on the narrow way that leads to eternal life. We moeten naar de smalle weg gaan. Can you say het leven? Can you say amen? Kunt u amen zeggen? Hallelujah. You know, I have good news for you. Maar weet u, ik heb goed nieuws voor u. Because the Bible says this. Omdat de Bijbel dit zegt. It says the arm of the Lord is not short that it cannot save. De arm van God is niet te kort om te verlossen. The arm of the Lord is not short that it cannot save. De arm van God is niet te kort om te verlossen. Friends, I have good news for you tonight. Dus ik heb goed nieuws voor u. Because it doesn't matter how deep you are in that road to destruction. Het maakt niet uit hoe diep u zit in de weg van vernietiging. It doesn't matter how deep you are in sin. Het maakt niet uit hoe diep u zit in de zonde. It doesn't matter how deep you are in fear. Het maakt niet uit hoe diep u ook zit in de angst. It doesn't matter how deep you are in the grip of Satan's hand. Het maakt niet uit hoe diep u ook zit in de greep van Satan. The Bible says that the arm of the Lord is long enough to save you. De Bijbel zegt dat de arm van God is niet te kort om te verlossen. It doesn't matter tonight how deep you are. Het maakt niet uit vanavond hoe diep u bent. The arm of Jesus can reach down to you. De arm van Jezus kan naar u toe. The arm of Jesus can reach out to you. De arm van Jezus kan u naar u uitreiken. And if you tonight will repent, en als u zich vanavond and take hold of the precious hand of Jesus, en u vasthoudt aan de dierbare hand van Jezus, he will lift you up from that deep road to destruction. Hij zal u oprichten vanuit de diepe put. He will pull you up. Hij zal u omhoog trekken. He will save you. Hij zal u redden. He will save you. Hij zal u redden. And he will put you on the road that leads to everlasting life. En hij zal u brengen op de weg die leidt tot eeuwig leven. Because Jesus is the savior of the world. Want Jezus is de redder van de wereld. Say hallelujah. Amen. Isn't that wonderful news? Is dat niet geweldig nieuws? You know, I had this thought some time ago. I had a thought some time ago. A thought. Oh, hij had een gedachte. And why is it the arm of the Lord is long enough to save us? Waarom is de hand van God niet te kort om te verlossen? And I suddenly realized why. En toen realiseerde ik me waarom. Well, this is why I think anyway. Tenminste, dit is wat ik denk dat het is. Do you want to hear it? Wil je het horen? Yes. This is what I think. Dit is wat ik denk. The arm, no matter how deep you are in sin or on the road to destruction. Het maakt niet uit hoe diep je zit in zonde of in de weg van vernietiging. The arm of Jesus can reach you for this reason. De arm van Jezus kan naar u uitreiken voor deze reden. 2000 years ago. 2000 jaar geleden. Jesus Christ. Jezus Christus. He took his cross. Nam zijn kruis. And he went to Calvary. En hij liep naar Calvary. And there Jesus was crucified on that cross. En daar werd Jezus gekruisigd. One arm was put out on the left. Eén arm was uitgestrekt naar links. The other arm was outstretched on the right. Andere arm was uitgestrekt naar rechts. I tell you, at that point. En ik vertel u op dat punt. All of the sin of humanity. Al de zonden van de mensheid. Met at that one point. Werd ontmoet op dat punt. Friends, I'll tell you this. Vrienden, ik vertel u dit. You could never ever get lower than that point. Je kon nooit, never niet lager komen dan dat punt. That point in history. Dat punt in de geschiedenis. When the whole of sin of humanity.
De hele zonde van de mensheid was concentrated on that one cross. Was geconcentreerd op dat kruis. You can never ever 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 get lower than Jesus got. Je kunt nooit lager gaan dan wat Jezus gedragen heeft aan het kruis. It doesn't matter what you've done. Het maakt niet uit wat u gedaan hebt. It doesn't matter what you feel about yourself. Het maakt niet uit hoe u zich voelt. You can never get lower than that point in history. Je kunt niet lager gaan dan dat punt van de geschiedenis. When Jesus took the sin of the world upon himself. Toen Jezus de zonde van de wereld op zich nam. And at that point Jesus stretched out his arms. Dat moment strekte hij zijn handen uit. And he looks to you and me. En hij kijkt naar u en mij. And he looks to the world. En hij kijkt naar de wereld. And he says, come to me. Hij zei, kom tot mij. All you who are weak and heavy laden. Algenen die vermoeid en belast zijn. And I will give you rest. En ik zal u rust geven. That is why the arm of the Lord is not short that it cannot save. Daarom is de arm van God niet te kort om u te verlossen. Because of the cross of Jesus. Vanwege het kruis van Jezus. And he stretches out his arms still today. En hij strekt zijn armen nog steeds uit vandaag de dag. And says it doesn't matter how deep you are in despair. Het maakt niet uit hoe diep je ook zit in de verwarring. It doesn't matter how deep you are in sin. Het maakt niet uit hoe diep je ook zit in de zonde. If you will repent. Als u zich bekeert. If you will turn to me. Als u naar hem keert. If you will take hold of my hand. Als u mijn hand, zijn hand grijpt. I will save you. Dan zal ik je redden. I will save you. Ik zal je redden. I will save you. Ik zal je redden. And give you everlasting life. Ik zal je eeuwig leven geven. In Jesus' name. In Jezus' naam. Isn't that wonderful? Is dat niet geweldig? Amen. Amen. I tell you, that is wonderful news. Ik vind het geweldig. That is wonderful news. Dat is geweldig nieuws. Jesus is the savior of the world. Jezus is de redder van de wereld. Hallelujah. He is our hope. He is our hope. Hij is onze hoop. Hij is onze hoop. In Jesus' name. Jezus. Amen. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Let's get on with the next point. Laten we doorgaan naar het volgende punt. Amen. Jesus said that we need to repent. Jezus zegt dat we ons moeten bekeren. Now that's good. If you repent, that is wonderful. Dat is geweldig als je bekeert. But there's a second point he said. Maar er is nog een tweede punt. He didn't just say repent. Hij zei niet alleen bekeren. He said that we need to repent. Hij zei dat we moeten ons niet alleen bekeren. And we need to believe the gospel. Maar we moeten ook het evangelie geloven. We need to trust the gospel of Jesus Christ. We moeten het evangelie vertrouwen op het evangelie van Jezus. Now I want you to think that there were two parachute jumpers. Okay, er zijn twee parachute jumpers. And they're looking forward to a parachute jump. En ze kijken heel erg naar uit om te springen. And they take off in the plane. En ze nemen eerst een intrek in het vliegtuig. And they reach the height they need to be at to make this jump. Komen op een gegeven moment op de hoogte die ze moeten bereiken om de sprong te wagen. And the first parachutist comes to the door of the plane. De eerste parachutespringer komt bij de deur van het vliegtuig. Now van het vliegtuig. He is a very confident young man. Hij is een man vol met vertrouwen. He thinks he's very clever. Hij is erg knap, slim. He has a lot of money in the bank. Hij heeft heel veel geld op zijn bank. He has a very secure job. Hij heeft een zekerheid in zijn baan. Everything is wonderful. Alles is geweldig. He goes to the gym 5 times a week. Oh, hij gaat 5 keer naar de gym. He's very strong. Hij is erg sterk. He suddenly thinks to himself. Sorry? He suddenly thinks to himself. Hij denkt heel goed over hemzelf. If I am really this good, als ik echt zo goed ben, what do I need this heavy parachute on my back for? Waarom heb ik dan die zware parachute op mijn rug? I don't need it. Ik ben het niet nodig. And so he unbuckles the parachute. Dus hij ontworstelt zich van die parachute. Slips it off his shoulders. Gooit het van zijn schouders. And he throws it to the floor. En hij gooit het op de grond. And very confidently jumps out of the plane. En vol vertrouwen springt hij uit het vliegtuig. But something begins to happen. Maar dan begint er iets te gebeuren. He begins to fall to the ground very quickly. Hij valt heel snel naar de grond. So he thinks to himself, I'm obviously not trying hard enough. Hij denkt bij zichzelf, oh, probeer zeker niet hard genoeg. Perhaps I should start flapping my arms. Misschien moet ik maar even vliegen. Sorry, flaps his arms. So, hij gaat met zijn vleugels heen en weer, met zijn armen heen en weer. Harder and harder. Hoger en hoger. His muscles are working really hard. Oh, zijn spieren werken erg hard. But he doesn't get slower. Maar het gaat niet langzamer. He gets faster and faster. Hij gaat sneller en sneller naar beneden. So he thinks to himself,
I'm obviously not trying hard enough. Zij denkt weer bij hemzelf, ik doe zeker niet genoeg mijn best. And so he begins to pump his legs. Dus begint hij met zijn knieën te... Ja, he's doing everything he can. Hij doet alles wat hij kan. He's doing everything he knows alles how. Wat hij kan, als maar kan helpen. But he cannot save himself. Maar hij kan zichzelf niet redden. No matter how good he thought it was. Hoe goed hij ook zijn best. No matter how strong he thought he was. Hoe sterk hij ook was van tevoren. He trusted in himself. Hij vertrouwde op zichzelf. And he couldn't save himself. Hij kon zichzelf niet redden. And before too long. Maar nog, we heard the horrible sound. Thump. We heard the sound thump. En op een gegeven moment horen we het geluid thump. As the man hit the ground and he lost his life. En de man valt op de grond dood neer. The second man was a little bit more wise. De tweede man was iets wijzer. The second man may also had a good job. Hij had ook eigenlijk wel een goede baan. The second man may have had a lot of money in the bank. De tweede man had misschien ook wel wat meer geld op de bank. The second man may have also been to the gym 5 times a week. Hij kon misschien ook wel 5 keer naar de gym gaan. But he realized something. Maar hij realiseerde zich iets. He realized that no matter how good he thought he was. Hij realiseerde dat van hoe goed hij ook is. That this jump was too big for him. Dat deze sprong te veel was voor hem. There's no way that he could save himself. Er was geen manier waarop hij zichzelf kon redden. He needed something else. He needed a parachute. Hij heeft iets nodig. Hij had een parachute nodig. And so, yes, this parachute on his back was heavy. En natuurlijk, ja, die parachute op zijn rug was zwaar. Sometimes it felt a little bit uncomfortable. Soms voelde het zelfs een beetje oncomfortabel. But he didn't care. Maar het maakte hem niet uit. Because he knew that this parachute would save his life. Want hij wist dat die parachute zijn leven zou redden. And so he made sure the buckles were done as tight as they could be. Dus hij zorgde ervoor dat alle gespen goed vastgegespen waren. He held on as tightly as he could to the parachute. En hij hield zich stevig vast aan de parachute. And then he jumped out of the plane. En daarna springt hij uit het vliegtuig. And then he pulled the cord. En hij trekt aan het koord. The parachute opened. En de parachute open. And the man floated safely. En de man zweeft langzaam. Down to the ground. Naar de grond. And he landed. En hij landt. And he was saved. En hij was gered. Amen. Amen. Friends, let me tell you. Vrienden, laat me dit vertellen. One day. Eén dag. Every single one of us. Ieder van ons. Will have to jump out of this life. Zal moeten springen in dit leven. Into eternity. In de eeuwigheid. It doesn't matter whether you are the Queen of England. Het maakt niet uit of je de koningin van Engeland bent. Or the Prime Minister. Of de premier van. Or a cleaner. Of een schoonmaker. Every single one of us. Ieder mens, zoals we zijn. Will jump out of this life. Zal uit dit leven gaan springen. And we will jump into eternity. En we zullen springen in een eeuwig leven. Friends, I have this very serious question for you. Vrienden, ik heb deze serieuze vraag aan u. What are you trusting in to save yourself? Waarop vertrouw je? Jesus. Op dit leven. On that day. Ja, op die dag. You see, some people look at themselves and they think, I am a good person. Sommige mensen denken van zichzelf, a good person or not? A good person. Ik ben een goed persoon. They think I can save myself. I'm good enough to go to heaven. Ik kan mezelf redden. Ik ben goed genoeg. Some people think, I've lived a good life. I've got a lot of money in the bank. Ik heb een goed leven geleid. Die ander zegt dat. En ik heb geld op de bank. My parents are Christians. They brought me up in a church. Mijn ouders zijn christenen. Ze hebben mij grootgebracht in de kerk. I'm good enough to go to heaven. Ik ben goed genoeg om naar de hemel te gaan. But the Bible warns every single one of us. Maar de Bijbel waarschuwt in ieder van ons. The Bible says that there is none righteous. No, not one. God zegt in het woord, er is niet één rechtvaardig, niet één. The Bible says that we have all sinned, we have all fallen short. We hebben allemaal gezondigd, we hebben allemaal, ik weet niet meer precies, maar we zijn afgevallen. You know, I met a young man on the streets in Nottingham once. In Nottingham ontmoette ik een man. And he said to me, he said, I want to be a Christian. En hij zei, ik wil een christen worden. I said, well, it's really very simple to become a Christian. Het is heel eenvoudig, zegt hij, om een christen te worden. You need to admit to God that you are a sinner. Je moet toegeven aan de Heer dat je een zondaar bent. As soon as I said that, he stopped me. En zodra hij dat zei, he said, stopte de man. He said, oh, I have never sinned. I am not a sinner. Hij zegt, nee, ik heb niet gezondigd. Ik ben geen zondaar. I said, my friend, Have you ever read God's Ten Commandments?
En toen zei hij, maar vriend, heb jij ooit in de Bijbel de 10 geboden gelezen? One of them says, do not lie. De eerste zegt, lieg niet. Have you ever lied in your life? Heb je ooit wel eens gelogen in je leven? He said, yes, I've lied. Ja, ik heb wel gelogen. I said, my friend, that means you've broken God's commandments. En dan zegt God dat jij zijn belofte hebt verbroken. Like me, you too have sinned against God. Net als mij heb jij ook gezondigd voor God. And you know, I watched on his face as I believe the Holy Spirit worked on his heart. En ik keek naar zijn gezicht zoals de Heilige Geest mij dat liet zien. And we led him in a prayer. En we kwamen in gebed. On the streets of Nottingham for his salvation. Op de straat van Nottingham om hem vrij te zetten. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says we have all sinned and all fallen short. We hebben allemaal gezondigd en we zijn We cannot trust in ourselves for our salvation. We kunnen niet op onszelf vertrouwen voor de redding. You know the Bible says there was a rich young ruler one day came to Jesus. A rich young ruler came to Jesus one day. Er kwam een rijke ruler, heerser. Came to Jesus. Kwam tot Jezus. You know, if anyone could be saved. Als iemand gered kon worden. Surely this man could. Dan kon deze man zeker gered worden. He was probably dressed perfectly. Hij was fantastisch, prachtig. Nice gekleed. Suit and tie. Mooi. Of the day. En das. He was very polite and said, hij was teacher. Heel beleefd. En hij zei, leraar. What must I do to gain eternal life? Wat moet ik doen om eeuwig leven te ontvangen? You know, Jesus pointed to his problem. En Jezus wees hem op zijn probleem. Yes, this man may have been very, very rich. Ja, deze man kon wel heel, heel rijk zijn. But he had a problem. Maar hij had een probleem. He was trusting in his riches. Hij vertrouwde op zijn rijkdom. And the Bible says he went away sad. En de Bijbel zegt dat hij wegging, bedroefd. After that, Jesus' disciples came to him and they said, Jesus. En na die tijd kwam de discipelen naar Jezus. Who then can be saved? Who could be saved? Wie kan gered worden, zei ze aan Jezus. Jesus said, with man it is impossible. En Jezus zegt bij mensen is het onmogelijk. Maar bij God, bij God. With man it is impossible. Bij mensen is het onmogelijk. Now this is the bad news. En dit is het slechte nieuws. Our own salvation. Onze eigen redding is impossible for us. Is onmogelijk voor ons. We cannot save ourselves. We kunnen onszelf niet redden. We cannot reach God's standard by ourselves. We kunnen onszelf niet door standaards redden. It is impossible for us to save ourselves. Het is onmogelijk om onszelf te redden. That's the bad news. Dat is het slechte nieuws. But I've got some good news. Maar ik heb goed nieuws. Do you want to hear it? Wilt u het horen? Yes. Amen. Amen. After Jesus said it is impossible for man. Nadat Jezus zei het is onmogelijk bij mensen. He said, but not for God. Toen zei hij, maar het is niet onmogelijk voor God. Friends, it may be impossible for us to save ourselves. Het mag misschien wel onmogelijk zijn om onszelf te redden. But it is not impossible for God to save us. Het is niet onmogelijk voor God om ons te redden. Hallelujah. Hallelujah. It is not impossible for God to save us. Het is niet onmogelijk voor God om ons te redden. God has made a way for us to be saved. God heeft een weg bereid om ons te redden. God has made a way. God heeft een weg bereid. For God loved the world so much. Want God hield zoveel van de wereld. Dat hij zijn zoon gaf. That he gave his one and only son. Dat hij zijn enige geboren zoon gaf. So that whoever believes in him. Dat wie in hem gelooft. Whoever trusts in him. Wie ook in hem vertrouwt. Shall not perish but have everlasting life. Zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Glory to God. Glory to God. Glory aan God. Our salvation is possible with God. Onze redding is mogelijk bij God. Because of this one reason. Vanwege deze ene reden. God sent his one and only son. God zond zijn enige geboren zoon. Jesus Christ 2000 years ago. 2000 jaar geleden. And Jesus Christ. En Jezus Christus. Went to the cross. Ging naar het kruis. And there he was nailed on the cross. En daar hing hij aan het kruis. He went through horrible torture. Hij ging door een geweldige pijniging. He was punished and whipped and beaten. Hij werd gestraft en geslagen. And there on that cross he died. En op dat kruis stierf hij. But he didn't die for his own sin. Maar hij stierf niet voor zijn eigen zonde. He wasn't punished for his own sin. Hij was niet gestraft voor zijn eigen zonde. He was punished for your sin. Hij werd gestraft door jullie zonde. And he was punished for my sin. En hij stierf voor mijn zonde. So that we can be saved.
zodat wij gered konden worden. Jesus died in our place. Jezus stierf in onze plaats. He took the punishment that we deserve. Hij nam de straf die wij verdienen op hem. So that we can be completely forgiven. Zodat wij compleet vergeven werden. So that we can be saved. Zodat wij gered konden worden. And so we can go to heaven. Zodat wij naar de hemel kunnen gaan. And be made righteous in the sight of God. En rechtvaardigd worden in het gezicht van de Heer. Isn't that wonderful news? Is dat niet geweldig nieuws? That's why we cannot trust in ourselves. Daarom kunnen we niet op onszelf vertrouwen. That's why Jesus said you must believe in the gospel. Daarom zegt de Heer over je moet geloven in het evangelie. Friends, I want to challenge each and every one of us. Ik wil jullie iets leren voor ieder. Each and every one of us. Challenge every one of us. Voor iedereen hier. It doesn't matter if you've been going to church for years. Het maakt niet uit alsof u jaren naar de kerk ging. What are you trusting in for your salvation? Waar vertrouwde jij op voor je eigen redding? It's so easy for us to think, oh, I'm saved because I go to church every Sunday. Het is zo gemakkelijk om te zeggen, ik ben gered omdat ik elke zondag naar de kerk ga. I'm saved because I put my money in the offering every Sunday. Of dat we geld in de collecte doen elke zondag. I'm saved because I do so many good works. Of dat ik gered ben omdat ik zulke goede werken doe. But friends, we need to realize tonight. Maar we moeten ons realiseren, mensen. That each one of us. Dat in ieder van ons. Every one of us. Iedereen van ons. We need to come to the cross of Jesus. We moeten naar het kruis gaan van Jezus. And kneel at His feet. Sorry. And kneel at His feet. En knielen bij zijn voeten. And say Jesus. En zeggen Jezus. I have sinned against you. Ik heb tegen u gezondigd. Forgive me of my sin. Vergeef mij van mijn zonden. I put my trust in you. Ik zet mijn vertrouwen op u. I put my trust in your cross. Ik leg het vertrouwen in uw kruis. And I put my trust in the gift of salvation that you freely give. En ik leg mijn vertrouwen op het vrij op het gift wat u hebt gegeven. In Jesus' name. In Jezus naam. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Isn't Jesus wonderful? Is Jezus niet geweldig? Isn't Jesus wonderful? Yes. Is Jezus niet geweldig? He would give up his glory. Dat hij zijn glorie opgaf. And come down and take our punishment for our sin. Naar de aarde kwam en de straf op hem droeg. So that we can go free. Zodat wij vrij kunnen zijn. If we repent and believe in the gospel. Als wij ons bekeren en geloven in het evangelie. Of course Jesus didn't stay there, amen. Maar gelukkig Jezus bleef niet aan het kruis. You see, he conquered sin. He conquered sin. Hij heeft de zonde overwonnen. But then 3 days later. Maar 3 dagen later. He conquered death. Toen overwon hij de dood. Amen. Amen. The grave could not hold Jesus. Het graf kon Jezus niet houden. Because he is so powerful. Even death itself was defeated. Zelfs de dood zelf werd verslagen. And Jesus Christ rose from the dead. En Jezus Christus won van de dood. And he is alive today. En hij leeft vandaag. And he will bring every single person true life. En hij wil elke persoon leven geven. If you will repent and put your trust in him. Als je bekeert en vertrouwen op hem stelt. And that life will last for eternity. En dat leven zal eeuwig zijn. We never need to fear hell. We hoeven niet bang te zijn voor de hel. We never need to fear God's judgment. We hoeven niet bang te zijn voor de rechterstoel van God. We never need to fear God's anger. We hoeven niet bang te zijn dat God boos op ons is. Because Jesus took it for us. Want Jezus heeft alles op zich genomen. Halleluja. Halleluja. Oh, halleluja. 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 Jesus is our Savior. Jezus is onze redder. Jesus is our Savior. Jezus is onze redder. Glory to God. Glory, oh, God. Glory to God. Glory to God. I want to finish with one more point. Ik eindig met nog 1 punt. You know what I said earlier about if we are going to repent. Ik zei eerder dat als we ons bekeerden. Repent, yeah. We need to turn around, turn away from sin and towards God. Dat wij ons om moeten draaien van zonde en moeten gaan naar God. You know, I say to some atheists sometimes. I say sometimes to atheists. Ja, soms zegt hij tegen atheïsten. You know, they don't believe in God for this reason, I believe. Ze geloven niet in God, denk ik, voor deze reden. They have their back turned to Him. Omdat ze hun rug gekeerd hebben tegen hem. And it's very easy not to believe in something you have your back turned to. En het is moeilijk te geloven als je rug tegen. Je rug hebt gekeerd. But I challenge them. I say, listen. Ik zei, luister. If you will humble yourself. Als jij jezelf vernedert. And if you will repent. En je bekeert. And turn away from sin.
en je omdraait en afwikkeert van de zonde. And turn towards God. En je richt tot God. You will come face to face with His glory. Dan kom je het gezicht van aangezicht in de glorie van God. And you will know that there is a God. En dan zal je weten dat er een God is. And you will know that there is a God. En je zal weten dat er een God is. But listen to this. Maar luister naar dit. You may think, listen, I am so deep in the sin. Ja, maar ik zit zo diep in de zonde. I have so many addictions. Ik heb zoveel verslavingen. I cannot turn my life around. It is so difficult. Ik kan mijn leven niet omkeren. Het is zo moeilijk. Well, can I make another suggestion to you? Dan heb ik een suggestie voor u. Instead of you taking hold of the controls of your life. In plaats dat u zich vasthoudt aan de controle van het leven. And struggling to turn around on yourself, by yourself. Met moeite toch om wil keren. Struggling day after day, day after day, day dag after na day. Dag probeert om te draaien. Can I make another suggestion for you? Zal ik je dan nog een suggestie geven? I want to suggest that you get out of the seat. Dan wil ik je vragen om uit de stoel te gaan staan. That you take your hands off the controls. Dat je de handen uit van de controle afneemt. And you give the controls of your life to Jesus. En je geeft de controle aan Jezus. Surrender your life to Jesus. Geef je leven aan Jezus. Give your life to Jesus. Geef je leven aan Jezus. Because when Jesus has the control of your life. Laat God de controle hebben over je leven. He can very easily begin to turn you. Hij zal je helpen met het omdraaien, omkeerproces. Maybe bit by bit. Misschien beetje bij beetje. But if Jesus is Lord of your life. Maar als Jezus Heer van je leven is. He can turn your life. Dan kan Hij je leven omkeren. Around. En Hij kan het omdraaien. Around. Verder en verder. And you can guarantee this thing. En er is een garantie. That if Jesus is in control of your life. Dat als Jezus in controle is over jouw leven. He will take you to the right destination. Dan zal Hij je in de juiste bestemming brengen. He will never mislead you. He will never mislead you. Hij zal je nooit misleiden. He will never misdirect you. Hij zal je nooit een verkeerde richting aangeven. He will never give you false directions. Hij zal je nooit de verkeerde richtingen geven. He will keep you on that path. Hij zal je op het rechte pad houden. That leads to eternal life. Dat naar eeuwig leven leidt. Just give your life to Jesus. Geef je leven aan Jezus. Just give your life to Geef Jesus. Geef je leven aan Jezus. He will save you. Hij zal je redden. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. 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 Now I don't know when